Hallo, ik ben Tom, ik ben Antwerp supporter en ik ben 20 jaar verslaafd geweest. Ik ben Suleiman, begeleider van Tom. Ik ben voor het moment 5 jaar clean. Tom heb ik de eerste keer op straat leren kennen, maar ook via een collega dokter. Zijn leven was helemaal, dat was over en uit. Hij was helemaal kapot, hij was er helemaal door. Ja, een hel. Als ik het niet had, zweten, trillen. Je hart gaat sneller kloppen. Dat zweten, dat trillen. Paniek, aanvallen, angst. Je begint op je nagels te bijten. Vroeger was het dagelijks, maar nu is het nog 1 of 2 keer in de week dat ik effectief moet gebruiken. Die zocht een alternatief om te stoppen met drugs. En een van die alternatieven was sport, voetbal. Dat is gewoon juist hetzelfde. Antwerpen. Dat is ook verslavend. Ik heb zelf nooit drugs gebruikt. Ik moet wel toegeven, ondertussen gebruik ik wel toch 1 à 2 keer per week. Het is een soort van levenswijze, een deur. Ik ben verslaafd. Ik ben verslaafd. Wij zijn verslaafd. Verslaafd aan voetbal, niet aan drugs.